Welkom bij de 26.1 Biocast. En die gaat over een spannende tijd. Over je spieren. Hier zie je botten die als aanhechtingspunt natuurlijk fungeren. Je ziet de pezen en de spieren. En je ziet dat al die spieren een naam hebben die je gelukkig niet hoeft te kennen. Hierboven wat schematischer een spier met rechts en links de botten, de pees ertussen en in het geel de spier. Als ik daar een dwarsdoorsnede van maak, dan zie ik hier dus de spierscheden en daarbinnenin zie ik alle bundels spiervezels zitten. Hier zie ik zo'n bundel met spiervezels. En als ik één zo'n spiervezel uitvergroot, dan zie ik daarin zitten nog een aantal myofibrillen. En dit is één zo'n myofibril. En als ik dan nog verder inzoom, dan kom ik op de werkende eenheid. En die werkende eenheid ziet er schematisch zo uit. En die gaan we verder bekijken. De myofibril weer. En noemen we de A-band. Die kom je dadelijk ook nog een keer tegen. En dit is een sarcomeer, een eenheid van zo'n spier. Hier zie je hem uitvergroot. Dit is weer de sarcomeer. Dus van die zwarte lijn naar die andere zwarte lijn. Dit gedeelte, waar dus de dikke filamenten, die blauwe, in zitten, dat noem je de A-band. Het gedeelte waar je alleen actine, dus het dunne gedeelte, hebt, dat is de I-band. Dan hebben we nog het gedeelte waar alleen de dikke filamenten, de myosine, zitten. En dat heet de H-band. Dan hebben we natuurlijk nog een aantal lijnen. De Z-lijn, in het midden van het actine filament. En de M-lijn, het dikke van het myosine, het midden van het myosine filament. Nou, de namen zijn al een paar keer gevallen. De dunne, de actine, en de dikke, de myosine. En als een spier samentrekt, wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, geen van die onderdelen kan korter worden. Wat er gebeurt, is dat de filamenten over elkaar schuiven. Ze schuiven in elkaar als een spier samentrekt. En weer uit elkaar als die ontspant. Nou, gaan we eens kijken hoe dat precies werkt. Boven zie je het myosinefibril en onder de actine. Daar zie je de bindingsplaatsen voor de myosinekopjes. Eén myosinekopje is hier gebogen onder 60 graden en die heeft een binding met de actine. Daar komt een ATP aan. Die ATP bindt en splitst zich in ADP en anorganisch fosfaat. En daardoor krijg je een hoek van 90 graden. En nu komt er een nieuwe binding terwijl de ADP en de fosfor gelost wordt. En hij komt weer terug in 60 graden hoek. En dan begint het weer opnieuw. En zo schuiven die filamenten over elkaar. Je ziet hier die blauwe draden lopen. Tropomyosine complex. En als calcium en calciumion zich bindt met het complex, dan verdraaien die draden, die eiwitdraden, en komen die bindingssites vrij. Hier zien we boven een actinefilament en daar zit een tropomyosine complex omheen. En dat zorgt ervoor dat de bindingsplaatsen daar niet vrij zijn. Als er calcium vrijkomt, dan bindt dat calcium aan de tropomyosine complex en die zorgt ervoor dat die draden net van vorm veranderen en dan komen die bindingsplaatsen vrij. Hier heb je een myosine kopje met een staart, eigenlijk zijn er twee. Je ziet dat de staarten in elkaar gedraaid zijn en als je zo'n heel dik filament bekijkt, dan zie je daar de kopjes zitten en de staarten. Als je één impuls krijgt bij een spier, reageert die maar heel zachtjes. Als je een tweede impuls geeft voordat hij zich heeft kunnen herstellen, dan versterkt dat de impuls. En rechts zie je, als je een heleboel impulsen achter elkaar afvuurt, krijg je een reactie met een grote spierspanning. Dus dan zet de spier meer kracht. Dus het is wat anders of je een potlood optelt of dat je een zware stoepstegel gaat optillen. En hier zie je het ruggenmerg met daarin twee motoreenheden. En die komen daar bij die motorische eindplaatjes bij zo'n spiervezel terecht.
En dit was hem alweer, de podcast van 26.1. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.